Ontgoogelen. Zorgen dat je negatieve hits niet meer tevoorschijn komen op Google. Het gebeurt steeds vaker. Vooral bedrijven kloppen aan bij digitale reputatie-experts voor een zo schoon mogelijke top 10 op Google. Als ik mijn naam intik, gebeurt er niks vreemds. Maar krijg je alleen wat Journaal op 3 filmpjes te zien. Maar wat nou als er over jou of je bedrijf wel veel negatieve dingen te vinden zijn? Dan ga je dus naar een digitale reputatie-expert als Frank Husman. Hij krijgt steeds meer aanvragen van bedrijven die af willen van negatieve berichten over hun bedrijf. Helemaal weghalen kan helemaal niet. Nee. Ontgoogelen, dat kan niet. Wat wel kan, is de positieve resultaten naar boven halen. Zodat je in ieder geval de negatieve resultaten niet meer op de eerste 10, 20 posities ziet. Want de meeste mensen kijken eigenlijk alleen maar naar de eerste 10 resultaten. Hoe hij dat precies doet, wil hij trouwens niet zeggen. Veel grote bedrijven als UPC en Vodafone hebben zelfs mensen in dienst die zorgen voor zoveel mogelijk positieve zoekresultaten. Er zijn geen duidelijke wettelijke regelingen die zeggen dat je bijvoorbeeld niet zoekresultaten mag aanpassen. De vraag is natuurlijk wel of het maatschappelijk betamelijk is dat je als bedrijf zorgt dat jij bedrijf positief in de Google rankings komt. Terwijl het misschien eigenlijk allemaal niet zo positief is wat er in jouw bedrijf gebeurt. Een weblog starten. En vervolgens is het van belang dat je gaat kijken naar alle grote profielsites. Sta je daarop? En hoe sta je daarop? En kan je daar misschien nog iets aan toevoegen? Nou, een eigen domein misschien, voor sommige mensen ook vrij mogelijk om neer te zetten. Dan heb je al aardig wat positieve zoekresultaten over je eigen naam.